Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag, wat voor vandaag is het vandaag? Donderdag, ja. En het is in eerste instantie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboel. Eentje die gaat naar buiten toe. Het is vandaag dus donderdag, het is 30 augustus. En het is 12:45 en mijn liefhebbende huishoudelijke hulp, Rebecca, die is alweer naar boven toe. Om daarboven te beginnen, om het schoon te maken. Ik heb nog een bakje koffie staan, die ga ik zo opdrinken. En nou, hier staat een bende met afwas. Die is leeg, dat betekent dat ik nieuwe moet halen. Nou, dat komt goed. Maar ik heb nog wat in de kast staan, dus het heeft niet zoveel haast. Het bende afwas, dat gaat in de vaatwasser. Dus ja, ik heb nog een hoop te doen. Ik moet nog naar buiten toe en vandaag wat opruimen. Maar dat komt allemaal goed. En ik neem jullie vanmiddag mee. Ja, want het achterlijke ding is vanochtend vroeg in de allervroegste geplaatst. Ik ben er niet naartoe geweest, het was mij te vroeg. Ja, dan leggen de normale fatsoenlijke mensen die niet hoeven te werken, die leggen dan nog te slapen. Ja, ik ga niet om 5:00 mijn bed uit, om 5:30, 5:45 op het stationsplein te zijn. En om dan toe te kijken, nee, echt niet. Dus dat gekke ding, dat staat er al. Dus, ja, ik neem jullie mee. Het is in de stad, ik neem ook de GoPro en ik zie jullie weer eventjes op een stukje van de stad. Dus het komt allemaal goed. Ik neem dit apparaat mee. Enkel, ik weet nog niet hoe, want alles zit erop. En ik wil het eigenlijk zo laten. Dus ik denk dat ik hem in mijn tas doe of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar het komt goed. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. En ik spreek jullie vanmiddag wel weer.
Ja, lieve vrienden, dat moet hem dan zijn. We kennen Renkelt niet helemaal bij kijken, maar ik zie daar een gleufie. Daar gaan we eens even naartoe. Dus kijken of we er binnen tussen. Ze zijn nog bezig. Hij wordt morgen dus gehuldigd, hoe noem je dat? Er staat tekst op en al, maar ik vind hem zo afgrijzelijk, gruwelijk, lelijk. Oh, wacht even een klepje omhoog. Het is heel mooi voor mensen die met zelfmoordpogingen rondlopen. Ja, heel mooi. Ik vind het afschuwelijk. Voor de stad is die afschuwelijk. Ja, hij is te kolossaal, hij is te veel aanwezig. Het hoort hier niet. Ze zeggen maritiem, wat maritiem? Er is niks aan marinesachtig. Ze hadden hier gewoon een sloep neer moeten zetten, een reddingbootje of zoiets. Met een jutter erbij, een beeld. Ja, weet ik veel wat. Maar dit slaat echt alles. Ik hoop dat ik zo meteen iemand kan vinden die bereid is om er wat van te zeggen. Niet alleen nog mijn ding, maar ook iemand anders. Ik zal even rondkijken, dus jullie gaan mee. Ja. Hoe vindt u het, meneer? Hoe vindt u het? Helemaal niks. Wilt u op de vlog? Wat zegt u? Wilt u op de vlog? Ik vlog, dan kan ik u vragen stellen. Nou, kort. Komt wel op YouTube te staan, hè? Ja, maakt niet uit. Mag uw bril even af? Gewoon zo even omhoog. Mag ik u vragen hoe u heet? Henk de Mijn. Henk de Mijn. Ik ben Corine Luisterburg de Jong. Nou, we hebben er een gevonden, lieve vrienden. Dus we gaan even van start. Wat vindt u van het maritieme boulder? Ik vind het helemaal niets. En waarom vindt u het? Nou, ze hebben helemaal niks met een helder te maken. Dat zeg ik ook al. En ze drukken het door, want de vlaggen die hangen al overal. En ik vind het allemaal doordrukkerij. Ja, nou, dat vind ik ook. En ja. Ik vind het erg blijven. Nee. En dat is knoopje maar op. Ja. Dus hoeveel moeten er komen te hangen hier? Ja. Ja, toch? Dat ik vind, echt zelf vind ik het ook vreselijk, maar ik denk, ja, misschien zijn er ook mensen die hem wel prachtig vinden. Oh ja, vinden, er zullen er ongetwijfeld wel bij zijn, hoor. Ik vind hem ook heel kolossaal. Wat vind je daarvan? Maar een beting, wat heeft dat nou met de helden te maken? Ik vind het ook niet. Kijk, als het nou in mijn sluis is, dan zeg ik ja. Ja. Maar hier niet. Helemaal niks, nee. Mag ik u hartstikke bedanken? Ja. Oké. Okay. Okay. En op welke... Corina met IE. Luisterburg de Jong. Daar kan u mij gaan volgen. Oké. Okay. Ik vlog ook gewoon mijn huisdiertjes en als ik thuis ben en als ik ziek ben en als ik happy ben. Ja, alles komt erop behalve de geheimen wat een ander geen reet aangaat. Zo is het. Oké. Okay. Hartstikke bedankt, hè. Ja, oké, okay, hoor. Dat was er één. Toppie! Bedankt, hè. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, eventjes naar de overkant rijden. Ja, die stoepbranden, dat kan soms pijn doen. En ik moet ook op het verkeer leggen, want ik ga tegen het verkeer in. En dat mag ook weer niet. En er komt een auto aan. Ja, ook dat nog. Ik doe jullie heel even uit.
weg. Er gaat ook nog een bootje. Shelly, en daar komt nog een bootje aan. Ja, er staat naast mij een auto met mensen, dus ja, daar ga ik niet op richten. Maar echt. Giga helder. Maar oké. Oh, lucky day.
nou, die zit heerlijk te smikkelen. Zij zit heerlijk te smikkelen. En zij zit lekker te smikkelen. Maar er komt er net eentje binnen. En die wil ook smikkelen. Tenminste, die moet nog binnen gelaten worden. Die zei al, miauw. Dus ja, die moet ik nog even binnen laten en ook even wat eten geven. Maar voor nu, ik moet dit klepje weer eens even omhoog halen, want dat vergeet ik nog wel eens. Hè? Net nieuw, ja. Ja, ik kom zo even wat anders doen. Ja, je wacht maar. Ik ga het klepje niet omhoog, mensen. Godverdikke me. Niet leuk. Waarom wil het niet? Zo. Nou wel. Ja, we zijn er weer, ja. Nou, ik zal meneertje dus zo even eten geven. Maar ik ga nu eerst jullie zeggen een hele fijne avond. Geniet ervan, het is mooi weer. Dus je kunt nog even omtoe gaan als je dat wilt, ja. Ik zou zeggen, voor laat op de avond, welterusten, slaap lekker. Met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En namens de Beestenboel en mijzelf zeg ik doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis van een rondje Den Helder. We zijn bij dat maritieme gebeuren geweest. Ik weet nou dus ook wat ik voor moet stellen. Ja, enkel alsnog, ik vind het niet mooi. Punt, klaar. En ik ben gelukkig niet de enige. Enkel, ik mocht niet iedereen is er van om op de vlog te willen. Daar houden ze niet van. Ik heb er eentje dus gedaan, dat hebben jullie gezien. Maar ik heb wel met andere mensen gesproken. Dan wordt hij weer wazig. Oké. Ik heb wel met mensen gesproken. Ook oudere mensen, die vonden het ook afschuwelijk. Er was één mannetje die zei. Was die maar van hout gemaakt? Ik zeg, wat dan meneer? Hij zei, dan hadden we er s'nachts naartoe kunnen gaan. Hij zei, hadden we hem in de brand gestoken. Nou, ik had het niet meer. Nee, ik had het niet meer. Dus ja, dat heb je dan. En zo van meerdere dingen. Maar wat ik nou voor moet stellen, dat is, ik weet niet hoe zo'n ding. Misschien heet het ook een bomboer, ik weet het niet. Maar wat aan de kade dus staat, die kleine dingen waar een boot, een schip, zich aan vast moet maken met een touw. Ja, zo'n ding is het. Nou, vind die mooi, punt, klaar. Het is te groot, het is te kolossaal, het is te veel aanwezig. Ik had het leuke gevonden, bij wijze van spreken. Een heel oude reddingsboot. Met een of ander beeld van een kapitein of wat dan ook. Ja, iemand die redt uit de zee, een beeld ervan. Ja, dat had veel mooier geweest. Maar dit? Ik vind het afschuwelijk, maar ik ben gelukkig niet de enige. Ja, de 9 van de 10 zijn er tegen. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. En zeggen... tot straks.